Voordat de koning met zijn gezin intrekt in Paleishuis ten Bosch, is besloten om de centrale zaal van het paleis open te stellen, de Oranjezaal. Er was een ware run op de gratis tickets. De website raakte daardoor regelmatig overbelast of de kaartjes waren gewoonweg al binnen enkele minuten vergeven. Al snel kwam ook nog eens het verhaal dat bezoekers niet kwamen opdagen en dat de rondleidingen soms maar voor de helft gevuld waren. Daags voor de jaarwisseling wordt de laatste groep bezoekers binnengelaten. Ik heb niet zo heel erg veel geprobeerd. Ik heb een vriendin die heel in het begin kaartjes gekregen had en daar naartoe gegaan was. En ik heb het eigenlijk een beetje laten lopen. Tot ik op een gegeven moment hoorde dat er een einddatum aan zat. En dat het daarna dus niet meer toegankelijk zou zijn. Toen dacht ik, nou dan ga ik toch kijken of ik nog kaartjes kan krijgen. En hoe vond u het? Ja, heel leuk. Alleen maar gezien in boeken en gewoon op het internet en zo. En het is altijd leuk om het in real life te zien. Nee, een vriendin van ons, die zei, daar moet je naartoe. Dat is een unieke kans. Dus thuis bij de koning in feite, hoe voelt dat? Ja, wel bijzonder natuurlijk. Ja, en een unieke kans die niet meer terugkomt, inderdaad. Dus, nou, misschien. Ja. Het is ook heel mooi om die zaal opgeknapt te zien. Ik had hem nooit eerder gezien, maar met name de mevrouw die ons rondleidde vertelde echt hele interessante verhalen. En dat is natuurlijk leuk om te zien dat een vrouw zoiets achter wil laten voor haar overleden man. En dat hij dus de geweldige stadhouder is geweest. En ze heeft echt wat neergezet waar wij nu zoveel eeuwen later naar kunnen kijken. Jullie zijn dus de allerlaatste bezoekers van de Oranjezaal geweest. Hoe was dat? Hoe voelde dat? Gewoon niet echt speciaal. Nee, echt helemaal fantastisch. Ja. Dat, de geschiedenis die je hier ziet is echt helemaal ongelooflijk. En het is zo fantastisch om dit te zien. Echt zeer bijzonder. Ook als je kind bent, dan denk je iets van, ja, het is nogal saai. Want geschiedenis is ook niet het leukste op school. Maar als je dan zeg maar volwassen bent, 20 jaar, dan denk je wel van, interessant. Ik vond het interessant hoor. Nee, maar ik vond het al fantastisch dat ik door de toegangspoort hier naartoe mag komen. Dat je het gewoon net een stukje verder ziet dan alleen maar langs fietsen. Dus dat is het voor mij ook al helemaal waard geweest. Wat een overweldigende zaal. Uniek in alle opzichten. En niet in de laatste plaats. We hebben het hier over halverwege de 17e eeuw. Omdat het is opgericht door een vrouw van de stadhouder, Amalia van Solms. Zij stelde alles in het werk om haar overleden man, Frederik Hendrik, de prins van Oranje, te eren. Als stadhouder, als militair, als vader des vaderlands. Schilders uit de noordelijke en zuidelijke Nederlanden kwamen daar voorbij in. En Nederlanders konden nu 4 maanden lang terecht om hier een kijkje te nemen. Dat is nu definitief voorbij en de deuren gaan definitief sluiten. We gingen ervan uit dat we ongeveer 20 man per keer naar binnen zouden krijgen. 22 keer per dag. Uiteindelijk hebben we een bezetting gehad van 24. En dat is ongeveer 105-106%. Dat is een hele mooie score. Omdat ja, je wil eigenlijk zorgen dat er zoveel mogelijk mensen van die prachtige zaal kunnen genieten. En dat mooie verhaal van wat Nederlandse geschiedenis is kan aanhoren. Het contactformulier wat in het begin werd gebruikt om toch aan te geven dat het niet helemaal goed ging met de ticketing en zo, is later gebruikt om aan te geven hoe prachtig men het heeft gehad hier en hoe goed die gidsen en hun gastheer en de gastheren hun werk hebben gedaan, hoe gastvrij het is geweest. Het grootste cadeau wat uitgedeeld is wel een hug en een zoen aan een gids. Men is toch wel heel erg geëmotioneerd door wat men hier ziet. In termen van vaderlandse geschiedenis. Natuurlijk, je komt niet altijd in een koninklijk paleis. Maar nogmaals, die gidsen die hebben zo goed hun werk gedaan. Dat zij kregen ook alle lof. Zit er wat u betreft ook nog een vervolg aan? Nee, we gaan stoppen. Het paleis gaat verbouwd worden. En we gaan dit, vandaag is dit de laatste keer geweest en we gaan het ontmantelen. Het is over. De sleutels kunnen nu dus weer terug naar koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En dan kan de verbouwing in januari gaan beginnen. Dat is wel nodig, want sinds 1981, toen Willem-Alexander hier met zijn ouders introk, is er eigenlijk niks meer gebeurd. De technische installaties, de bedrading, alles is eigenlijk versleten.
Eigenlijk is het te hopen dat het langer dan 3 jaar gaat duren voor de kleine prinses Ariaan, die nu nog in Wassenaar op de Bloemkapschool zit. Tegen die tijd verhuizen ze ook qua school naar Den Haag. En dan is er hier nog een klein stukje Wassenaar in de Wassenaarse vleugel van Paleis Huis ten Bosch.